Het is de allerlaatste wedstrijd in het Nederlands betaald voetbal van het seizoen 2022-2023. En de inzet is torenhoog. Een plek in de Eredivisie. 1 wedstrijd scheidt Almere van een historische promotie naar de Eredivisie. 1 wedstrijd heeft Emmen nog om die 2-0 nederlaag uit het heenduel recht te zetten en een waardig einde te krijgen van het tijdperk Lukien. Het is de finale van de play-offs promotiedegradatie. Daar gebeuren wel eens gekke dingen. De opstelling van FC Emmen kent geen gekke dingen. Dezelfde basis als in Almere. Opnieuw Mark Diemers op de teampositie. Antonis en Romani op de vleugel. Zivkovic in de spits. Opvallend wel. Kieftenbelt en Rui Mendes op de bank. Kieftenbelt die met veel verwachting werd gehaald. In de eerste wedstrijd van het seizoen geblesseerd raakte. En sindsdien dus helemaal niet meer in actie is gekomen. Scheidsrechter is Allard Lindhout. Videoscheidsrechter Jochem Kamphuis. Veldmaten en Van Brugge zijn de beide aanvoerders. Bij Almere wel wijzigingen. 2 om precies te zijn. Hamdi Akuyobi terug van een schorsing. Hij begint rechts achterin. Dat betekent dat de rest van de achterhoede een plekje opschuift naar links. Dat Barbet dus nu de linksback is. Post trouwens ook terug van een schorsing, maar die begint op de bank. En Anthony Limbombe mag starten. Dat gaat in de plaats van ritmeester Van de Kamp. Zij hebben die 2-0 voorsprong, zij van Almere. Maar die biedt nog geen garanties. Barbet. Opening op Akuyobi. Tegen Burnett aan. Antonissen. Diemers. Komt op de Wierik. Messaoudi. Gevaarlijkste man namens Emmen in Almere. Maar gevaarlijk wordt deze poging niet. Bij Emmen loopt het wel iets beter dan bij de ploeg van Pastoor, die ook veel actiever aan het coachen is dan afgelopen dinsdag. Beetje vreemd boven Veldmaten, dit Duivenstein pikt hem op. Burnett hier opletten, want die heeft Pascu in zijn rug. Vlak. En weer ruimte bij Te Wierik. Dat probleem hebben ze nog niet opgelost bij Almere. Romani. Komt er ook niet uit, maar dan met een gelukje alsnog Burnett. Antonissen. Maar eens proberen, Antonissen! Wat een knal! Ineens een opleving van Jeremy Antonissen van Emmen. Van het publiek nu ook. Met nog een paar minuten in de eerste helft te gaan. Goed verdedigd door Akuyobi. Passen doen.
Duivenstein. Een tweetje met Van La Parra. Limbombe gevonden. Die gaat schieten. Dat kun je van tevoren uittekenen. En die dwingt Van der Hart tot eigenlijk zijn eerste redding van de wedstrijd. Bakker. 40 minuten ruim nog scheidt Almere City van de Eredivisie. Limbombe weg. Daar is Van La Parra! En daar is de goal voor Almere City. De goal voor Almere City in Emmen. Die ze nog veel dichter bij de Eredivisie brengt. Een goal die bovendien een pets in het gezicht is van iedereen hier in Emmen die voor Emmen is. Kijk maar naar de koppies. De lange bal van invaller Thomas Pol. En de snelheid van Limbombe die hem perfect klaarlegt voor Rajiv Van La Parra. De man die play-offs op Wembley speelde. En deze binnenschiet voor Almere. Van La Parra scoorde ook al de goal. Die Almere langs Eindhoven leidde in de verlenging. Araujo richting Zivkovic. Hoeveel mentale veerkracht heeft Emmen nog? Van La Parra. Duivenstein gepakt door Vlak, die gaat geel krijgen. Vrije trap, Limbombe in de muur. Smeets, Smeets en die gaat ook binnen. Jorrit Smeets. En daar worden ze al helemaal gek bij Almere. En daar natuurlijk ook. Compleet mislukte vrije trap van Limbombe. Maar Smeets denkt, weet je wat? Ik probeer het gewoon. Als die bal toch aankomt stuiteren. Lekker geraakt hoor. Vingertoppen nog van Van der Hart. Binnenkant paal binnen. En 4-0. Over iets meer dan anderhalve wedstrijd. Zo dreigt het dus weer mis te gaan voor de Eredivisionist in de play-offs. Hier is Romani. Romani en Bakker. Vlak, toch de goal voor Emmen. Nou. En gelijk ruzie daar. Zivkovic gaat denk ik een kaart krijgen. Iemand duwde daar in ieder geval Barbet naar de grond. Ja, het blijft de finale van de play-offs, hè. Daar zijn gekke dingen gebeurd in het verleden. Maar er moet nu wel een stunt van megaformaat in zitten. Als Vlak hem binnenschiet. Nadat Romani nog op Bakker stuit. En dan is het daar ruzie. Dan wordt Barbet tegen de grond gegooid. En wordt nu de gele kaart getoond aan Zivkovic door Lindhout. Bouchouari. Vlak richting Romani. Romani! Sanoen. Dat is van heel ver. De bal komt uiteindelijk wel bij Romani. Tegen Pol aan. Romani nog een keer. Dat is een vreemd balletje.
Bouchouari. Daar is Romani. Romani. Heel ruim voor het doel langs. Romani. Vastgehouden. En strafschop voor Emmen. Die tovert hij er nog even uit, Romani. Bij Almere vinden ze dat Romani zelf de eerste overtreding maakt. Ik had wel het idee dat Ole Romani heel nadrukkelijk op zoek was naar deze strafschop. Ja, hij mept de eerste pol in zijn gezicht. Dit is absoluut geen strafschop. Daar wordt hij vastgehouden. Houdt hij zelf ook vast en dan deelt hij een tik uit. En dat is het. Geen strafschop, maar vrije trap voor Almere. Ja, dat weet Romani zelf ook wel. Almere City gaat naar de Eredivisie. Een historische dag voor Almere. En een dramatische dag voor Emmen. Pastoor flikt het weer voor de derde keer. Promoveert hij met een club naar het hoogste niveau. Nadat Almere als derde eindigde in de reguliere competitie. En afrekende met Eindhoven na verlenging. Met VVV na verlenging en strafschoppen. En met de ploeg die nu eredivisionist af is. FC Emmen na een 2-0 in Almere. Ook in Emmen de zegen voor de ploeg van Pastoor.